Yes. Binnenkort hebben we de missie natuurlijk met z'n vieren. Maar we weten natuurlijk nog niet of de andere twee te vertrouwen zijn. Dus vandaag gaan we die heel even stappen. We've all seen this movie. We know how it ends. Dat is you have a traitor in your camp. En dan gaan we naar Maleisië. Here. I believe you. No one else will. The first revolution is when you change your mind about how you look at things. And see that there might be another way to look at it that you have not been shown. Some of you were winning, and sometimes there was a losing game. It will not involve American combat troops fighting on foreign soil. You guys, you chose this outdoor trip, and you turned out to be heroes. So this was an act of terrorism designed to kill innocent people. Some people flew up and down the mountain. Another one is protect your cover. This is why a simple cover is easier. Protect at all costs classified information. Look, again, I think that's a ridiculous accusation. The president in this matter has done nothing wrong. Under the gun, you're not going to want to be trying to remember all the details of a complicated cover. 20 minuten geleden. Oh, waarom doen mensen een Snapchat locatie niet normaal? We zijn op weg naar Warschau. Naar wie zijn we op weg? Oh, we fietsen naar Stockholm. Oh, mooi. En we gaan nu naar zijn laatste locatie. Dus dit is een soort combinatie van roadtrippers en jachtseizoen. Wat? Daar zie je net een jongen. Net niet meer. Een hele tijd terug. 10 minuutjes geleden wel. Hij ligt daar in de bosjes. Hebben jullie een jongen met een kruisvest gezien? 10 minuten geleden wel. Maar dat is wel een heel tijdje terug. Toen rende die nee, daar. Daarna niet meer gezien. Daar. Jullie zijn met 6 mensen. Hoe kunnen jullie hem niet vinden? Ik zei het toch. Dit werkt toch niet. Dan is hij thuis. 2 minuten van de sportschool en dan fietst hij alweer met mensen. Ja, dat hij misschien nog iets uit op ging halen en dat ze dan weer doorgingen. Hoe groot is die kans? You will never know. Nee, jij bent een kansberekening. Hoe groot is die kans? Ik weet nog niet met wie die was en alles. Hoe groot is die kans? 5%. Is de kans dat hij aan het douchen is? 90%. Nou, nu niet meer trouwens. Nu is het echt maar 10%. Maar wat gaan we dan doen? Wat? Jij wilde wachten. Ik wilde bellen, maar dat hebben we nu ook al gedaan. Maar ik weet het niet. Hoeveel euro moet ik geven zodat jij het doet? 100 euro. Nee, even serieus. Daarvoor doe ik het. Dat meen ik. 200 dan? Dat vind ik ook goed. Dat is te weinig. Het is 10 euro. Dat is niks. Wat? Ondankbaar joch. Neem dit aan nee, en ik ga. Ik niet voor geld iets doen aan. Oké, doe het dan gratis. Nee, dat ook niet. Ik schurm wel door midden. Jij krijgt dit voor elke kill in Fortnite. Daar loopt. Grappig man. Ga weg met dat geld. Ik hoef het niet. Dus hier. Hup. Gooi die brievenbus er even doorheen. Het is niet. Maar waarom moet ik dat doen? Dat is niet mijn plan. Of vragen het dan niet. Oh, en even de kindjes. Dat was echt. Oh, dat was goed geweest. Dat even de kindjes hier was. Daar zijn ze. Hallo. Wacht even, ik zet je even harder. Zit ik in de vla? Nee, nee. Kijk, maar waar was jij? Eerst even dat. Huisje kan maken boven. Maar jij, kijk, wij, ik had gezien op Snap. Jij was eerst naar de gym toe, ja? Ja. Ja? Toen verdween jij van Snap en toen was je thuis. En toen reageerde je helemaal niet. Maar wat heb je gestuurd dan? Nee, ik had jou gebeld. Nou ja, ik had gewoon gebeld naar jou. Oh, ja, hè? Ik dacht, zie ik nu, maar ik heb niks gehoord of zo. Oh, dan had ik nog een keer moeten bellen of appen. Maar. Ja, waar was je dan? Alleen.
Oh. Maar toen heeft een klein kind heeft het gebracht. Waarom? Die heb ik geld gegeven, omdat ik anders herkend werd. Ja, wat is het? Waarom brengt het? Je bent sowieso met haar, hè? Nee. Wat dan? Nee, ik ben gewoon alleen. Ja, waarom breng je dat chocolade mee? Ja, gewoon. Ik dacht het is aardig. Maar waarom wil je dan eigenlijk niet herkend worden? Ja, gewoon. Oké. Maar die kijk je steeds. Draai camera's op. Ja, is goed. Waarvoor zou ik nou opeens een chocoladereep brengen? Het is ook heel apart. Hoezo? Iedereen is zo lief als ik. Maar wie heb je opgekocht? Dat mijn buurjongetje. Nee, er was gewoon een jocht die daar liep en ik vroeg, wil je euro verdienen? Gooi even, want je moeder stond in de tuin en ik had geen zin om dan er langs te lopen en te zeggen, ja, is voor Thijs. En dan allemaal vragen te moeten beantwoorden. Dus ik zei gewoon tegen zo'n jocht, ja, gooi even daar bij nummer 12 dit naar binnen. Een heel gesprek gevoerd met je moeder. Helemaal zo met, ja dit, ja dat. Nee, ik had het niet gefilmd, maar het was hilarisch. Oh. Ja, mijn moeder zei ook, we hebben nieuwe vrienden gemaakt of zo. En, ja, een heel klein joch. Kijk, ik ben gewoon rustig huis aan het maken hier. Bedrijfseconomie. Ja, maar het is zondag. We hebben een uur voor je huis gestaan. We hebben je gebeld, we hebben op Snapchat telkens zitten kijken of jouw locatie dan bijwerkt. Want als jouw locatie bijwerkt, dan ben je online. Dat wisten we. Dus dat was waarom we zo slim waren. Ja, maar je had nog een keer moeten bellen, dan was het gewoon opgenomen. Maar ja. Ik zei dat nog letterlijk. Waarom heb jij geen chocola voor mij? Ik heb jou, die ene keer dat ik jou voor de tweede keer bompakket ging brengen, zei je het is toch geen bompakket. Dus toen dacht ik, dat wil je gewoon niet. Oh, maar ik zit nu in een bompakket bij. Ja, soort van. Ja, soort van. Je bent echt gefout. Wij hadden helemaal dit en zo. En we gaan nu bij Maarten straks. We zijn al bij Wouter geweest. Maar we gingen even bij de drie tofste mensen van de wereld langs. Dus daarom. Maar zijn die, heb je die wel open gedaan? Nou ja. Wouter deed wel open. Maarten moeten we nog de ontbinding gaan doen. Ja, dat gaat wel lukken. Bij Maarten gaan we nu straks hetzelfde doen als bij jou. Alleen dan moet hij wel naar buiten komen. Maar dus Thijs, eigenlijk ben je gefaald in bompakket bij. En moeten we nog een keer het opnieuw doen? Ja. Vrij teleurstellend, Thijs. Zeg maar even sorry tegen alle kijkers. Maar, oké, sorry. Ik heb wel een lekker chocoladereep. Krijg ik er nog één, zeker? Ja. Ja, dat vindt hij helemaal mooi. Wat zei je? Dan doe ik de volgende keer ook niet open. Dan krijg ik er nog één. Stop! Dat is niet aardig. Maar ja, was lachen, Thijs. Jammer dat je er niet was. Nee. Jammer dat jullie er niet waren, ik was gewoon thuis. Wij komen nu naar je toe. Nee, grapje. Nee, dat gaan we even niet doen. Oh. Maar ja, nou in ieder geval dankjewel. En tot de volgende keer weer. Ja. Tot de volgende keer. Hallo. Hallo. Ik heb wat voor je in de brievenbus gedaan. Moet ik nu wat doen? Ja. Stop! Fuck up! Waarom weet iedereen dat ik dit ben? Oh, kom erbij. Nee, volledig voorbereid zijn. Niemand kan mij herkennen. En jij bent daar die mij herkent. Stop met mijn pistool. Chocolade. Ja, hier, hou eens even vast. Ik moet rustig naar Discord met mensen. Ik heb het ook wel van. Ja, jij was nog iets aan het terugzetten, maar we hoorden niet meer wat. Het is ook echt gelijk. Oh ja, wat dat is waar wel. Waarom ik? Stop hiermee! Iedereen heeft het te weten. We zijn ook langs Thijs geweest en Wouter. Groter. Ja, Romein. Maar Thijs die deed niet open. Nou, die was net. We belden hem. Hij nam niet op. Op zijn snaplocatie was hij offline. Dus we hadden geen idee of hij er was. En we waren een klein kind hem door die brief gegeven. Ja. Ik zat er al van. Oh ja, dit gaat gefilmd worden zo. Hoezo? Ik ben toch niet aan het filmen of zo? Oh. Nee, zal ik dat nu eens even proberen hier? Geef me een pistool. Ja, ze zijn hier niet thuis. Oh, we hebben helemaal voor niks alles. Jij zegt dat er iemand in de woonkamer zit. Er zat iemand in. Naar mijn zus, maar. Oh. Joh, ik dacht dat een van je ouders er zou zitten. Hij zei ook niet, er zit een niet heel volwassen iemand. Niet een oudje daar.
Maar dit is toch wel een superleuke verrassing. Ik vind het wel grappig. Eigenlijk doen we dit nu bij iedereen en het was echt een geweldig plan. Drie mensen. Oh, dat is, ja. Oké. Dit is ook totaal niet... Je moet blijven filmen, hè? Niet foto maken. Kan je terug uitzoomen? Nou, wat erg dit. Ja, nee, dit is wel mooi, dit. Ja. Ja. Serieus, als de politie dit ziet, die denken echt... Wat voor kinderen zijn dat? Maar serieus, jij kent mij ook niet eens heel goed. Dus dat is het grappige. Hoe vaak hebben wij elkaar gesproken? Dit is de vijfde keer? Twee keer verjaardag. Twee keer verjaardag. Eén keer met jachtseizoen. En twee keer met de... En één keer met de reunie. Vier keer. Check. Hij gaat mensen pakken. Ja, nou, nog geen mensen. Nou, moet er nog gefilmd worden? Nee, nu niet meer. We gaan door naar het verlaten gebouw. Oh. Zeg maar even tegen de kijkers dat ze moeten abonneren. Allemaal abonneren op Harm of Brodo. Gaan we naar de 1K-subs in... ik dacht dat Lucas ging ophangen. Nee. Voor 2021. Ja, precies. Nou, doei. Doei. Doei.